Hartelijk welkom bij de eerste aflevering van het Zangtalent van Ridderkerk. Een nieuwe talentenjacht, een show waarin we natuurlijk de deelnemers centraal gaan stellen. Die gaan elkaar concurreren voor wat betreft de titel Het Zangtalent van Ridderkerk 2024. Vandaag de voorronde hier in de studio van RTV Ridderkerk. 12 mei de finale in de loods van Facet Ridderkerk. En dat wordt spektakel, dat gaan we nu al beloven. Voor vandaag hebben we een uitgebreide jury. We gaan even met ze kennis maken. KBS Calera, Hans Marito en Emmy Yves. Hartelijk welkom dat jullie hier in onze studio zijn vandaag. Twee rasartiesten, kan ik bijna zeggen. En iemand die zeer veel ervaring heeft. Beginnen met juryvoorzitter Hans Marito. Ja, vroeger Avro's topop, dat was het wel. Nou, dat was het. Dat was een van de dingen. Binnen Avro Top op de disco-shows waar ik bij betrokken was, hebben we ook Avro Top op Disco Olympics een aantal jaar gedaan. En dat was een zoektocht naar talent in heel Nederland. En daar mocht ik toen ook voorzitter van de jury spelen. Precies. Hoe lang heb je dat ongeveer gedaan? Ik heb zo'n 16 jaar bij de Avro gewerkt. Ja, kijk. Het zijn mooie tijden geweest. Veel geleerd. Precies. Hartstikke veel succes met het jureren van de deelnemers. Dank. Daarnaast aan de linkerkant KBS Calera uit Ridderkerk. Heel vaak opgetreden, ook op Ridderkerk, maar ook ver daarbuiten. Ja. Hoe gaat het op dit moment? Ja, heel erg druk. Heel erg druk. Ik ben natuurlijk Spaanse zanger, daar sta ik onbekend. Mm-hmm. Hoewel ik tegenwoordig ook allround zing natuurlijk. Maar vooral dat Spaanse jaar richting de zomer is dat altijd super druk altijd. Precies. Ja. En ook pas een paar weken geleden een nieuwe single uitgebracht. Een mooi duet met Rita Jong. Met Rita Jong, weer een 80-jarige zangeres. Ja. Ja. Dat is heel bijzonder, daar zijn we ook super trots op. Ja, het liedje heet Esperanza. Mm-hmm. En in het koor, ja, dat liedje zong Rita al, die is 80 al inmiddels. Maar die zong het al vanaf haar 17e. Mm-hmm. En we zongen het samen vaak tijdens optredens. En voor haar 80ste verjaardag wilde ze iets speciaals. Ja. En ja, 1+1=2. Dus toen hebben we Esperanza laten uitwerken. En we zijn er super trots op. Zeker. De reacties zijn heel leuk. Ja, ja. Heel mooi liedje geworden. Ja, ja, zeker. Absoluut. Maar daarnaast, ja, de laatste jaren ook heel veel Nederlandstalig naast het Spaanstalige. Ja. Ja, ik schrijf natuurlijk ook liedjes. Mm-hmm. En ik ben geboren getogen Rotterdammer van Spaanse ouders. Dus ik heb natuurlijk ook het Nederlandstalige in me. En vooral Nederlandstalige werk, bijvoorbeeld op Spotify. En ja, dat is voornamelijk eigen werk. En dat vind ik gewoon heel erg mooi om te doen. Kijk, het is tegenwoordig heel moeilijk om in de picture te komen. En zeker met eigen werk. Maar aan de andere kant, ja, het is ook voor mij een eer dat ik het kan doen en mag doen. En dat mensen er leuk op reageren. Precies. Ja, daar gaat het om. Ja. Oké, okay, hartstikke goed. Super. Daarnaast ook nog Emmy Yves. Ja, nieuwe ster aan het firmament zou ik bijna willen zeggen. Ondanks dat je natuurlijk al heel wat jaartjes muziek maakt. Maar afgelopen najaar pas je debuutalbum uitgebracht. Dat klinkt heel vers. Ja, zeker. Ja, maar voor sommige dingen moet je de tijd nemen, toch? Mm-hmm. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Precies. En dat was een mooie dag, 17 november, in het Rotterdamse Beurt, waarop het album uitgebracht werd. Hoe zijn de geluiden daarna geweest, de reacties? Eigenlijk heel positief. Mm-hmm. Spotify heeft aardig wat leuke lijstjes meegedaan. NPO Radio 2 heeft een van de nummers gedraaid. Serieuze gesprekken van management en contraien, gehad. Mm-hmm. Dus dat is hartstikke leuk. En nu is het vooral zien op te treden natuurlijk, om je doelgroep dichter bij je te halen. Dat is nog best lastig. Precies, want daar moet je een kruiwagen voor hebben, zeggen we altijd. Ja, precies. Maar okay. Dat komt wel goed. Mm-hmm. Zekers. Van een van onze juryleden gaan we nu kijken naar een mooie videoclip. Je mag hem zelf aankondigen, Gabi. Ja, dat is een eigen liedje. Super trots op deze productie, omdat ik twee hele mooie spelers heb in de clip. Het is een eigen liedje wat heet Wat ik voel voor jou. Wat ik voel voor jou. Dit kan niet geloven dat jij
Videoclip van Gaby Escalera, Wat ik voel voor jou. Maar nu is het hoog tijd voor onze eerste kandidaat. Staat al naast me, dat is Adam. Ik zou zeggen, Adam, zet hem op. Beginnen met Sailing Home. Sailing home across the ocean, sailing home, we're going to be free. Down below, the cruise in motion to defy the violence of the sea. Feeling young, feeling strong, at the height of the fight that tomorrow could be wrong. We know we always wanna be fighting. Giant waves are rolling higher. It's gonna be a cold and rainy night. Hands on deck, oh, and tired, praying for a sign of distant light. Feeling young, feeling strong, and the might of the night is falling like a long. We know we're always wanna be fighting the sea. But there's a light and there's a fire. The harbor key shines dimly on the shore. We can see the stream is fire, and now we know we wanna fight once more. Feeling young and feeling strong,
so young, so strong, so hard and low, feeling young, feeling strong, and tonight, if I'm right, tomorrow. Dankjewel. Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief. Zonder jou zijn vier hele kleine woordjes en al maak je dat een beetje bang. Ik heb je lief, vierjarige tijden lang. Ik voel het heel vaak als jij opstaat of na een zomerse bui. Ik word al week bij de gedachten, jij die loopt in mijn lievelingstrui. Het is mijn hand die jij plots vastpakt, als ik domweg naast jou fiets. Komt ook, dat is nou het gekke, zelfs door helemaal niets. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? Zijn vier hele kleine woordjes en al maak je dat een beetje bang. Ik heb je lief, 14 bloemen corso's lang. Ik proef het tijdens ons zoenen of als je plotseling lacht. Ik zie het in palende sterren, na heftig vrijen in de nacht. Het is die tinteling, dat briesje, maakt jou helemaal voor mij. Ik denk als ik jou zo zie lopen, god, er gaat een engeltje voorbij. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? Zijn vier hele kleine woordjes en al maak je dat een beetje bang. Ik heb je lief 1001 nachten lang. Eén van mijn mooiste dromen is oud te worden met z'n twee. Dat die maar uit mag komen, ik heb je lief ook naar de AOW.
schrijf hier hele kleine woordjes en al maak je dat een beetje bang. Ik heb je lief, 104 kerstbomen lang. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Mijn hele leven lang. Dankjewel. Hartstikke goed gedaan, Adam. Maar we gaan het natuurlijk ook vragen aan de jury wat zij ervan vonden. Begin ik even bij onze juryvoorzitter. Hans, een eerste reactie? Nou, de spits afbijten is altijd lastig. Ja. Dus ik complimenteer hem daarmee dat hij dat toch, ondanks dat even wachten en dergelijke, dat hij dat heeft aangedurfd. Een beetje tweeledig. Ik denk, hij pakt een plaat van Piet Veerman, wat natuurlijk een powerzanger is. Zeker op Sailing Home. Wat dat betreft mis je nog een beetje de paling. Je hebt te weinig paling gegeten om net even die stem te pakken. Mm. Het Nederlandstalige gaat je volgens mij iets beter af. Ja. Wat ik jammer vind, het is tv, hè. Je hebt een soort wc-rolletje bij je met de tekst. Dat is even jammer. Maar daar moeten we een beetje voor wat betreft het zanggeluid doorheen kijken. Maar het is een nette poging. Precies. Absoluut. Kavi? Ja, nogmaals, ja, de spits afbijten, dat is natuurlijk behoorlijk. Je hebt het heel goed gedaan. Inderdaad, Nederlands ging net iets lekkerder. Al zou ik zelf, ja, als ik bijvoorbeeld zelf een rustig liedje zing, dan pak ik even mijn rust. Dat is wel even belangrijk om even, ja, ik bedoel, het is toch belangrijk dat je ook rustiger begint. Maar ik vond hem heel erg goed. Ik vond dat je het heel goed gedaan hebt. Ja, en ik zag ook dat je een beetje zenuwachtig bent. Precies, maar dat zijn we allemaal hier. Ja, dus dat is helemaal het. Niet erg. Dat is niet gewoon erg. Goed gedaan. Ja. Emmy, tot slot? Ik vind dat je een mooie stem hebt. Mm-hmm. Dus hartstikke knap gedaan. Je moet ook maar durven. Er zitten toch nog stiekem best wel wat mensen hier in de zaal. Wat ik heb opgeschreven is dat je wat meer nog mag geloven in jezelf. Want af en toe voelt het een beetje als een strijd. Terwijl, ja, misschien omdat je last hebt van je stem vandaag. Maar die stem die zit er. Ik denk als je nog net wat meer gelooft en je wat meer verdiept nog in de tekst. Zeker in het Nederlandstalig is de tekstbeleving nog wat belangrijker. Hè, dat je dat. Oh, dat komt dan nog niet helemaal over zoals ik het graag zou voelen. Dus dat zou mijn tip zijn voor jou. Van probeer echt ons mee te nemen in je verhaal. Maar verder eigenlijk hartstikke goed gedaan. Oké. Okay. Hartstikke goed. Nou, mooie woorden van de jury. Dan wordt het hier op het podium even wisselen. Mag jij weer op je plekje gaan zitten, Adam? En dan krijgen we de volgende deelnemer. Dat is Rita. En Rita die gaat ook een tweetal mooie liedjes vertolken. De eerste is Hurt. En ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Your love was true, and we never ever part. Now you want someone new, and it breaks. I'm so hurt.
still love you, son. But even though you hurt me like nobody else could ever do, I would never, ever hurt you. Anymore, I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know, skip, scare, dive when I'm scared, leave it too fast, too slow. Regret, remote, hold on, oh no, I gotta go. No starting over, no beginning, time rages on. You just gotta keep on, keeping on. Gotta go upstream on the road. Don't worry about what's behind you, it's coming for you, further than the road. Try not to hold on what is gone. Try to do right is wrong. Try to keep on, keeping on. Yeah, I just keep on, keeping on. I hear what's calling, it's got an eye for me. The shackle was made in a time to be free. Made for reasons, made for love. I won't take this easy road. Ooh. Up in a hotel room, my worry is big as the moon. Have no idea where I am. Something good comes with a bad, a song that features sad. There's hope, there's a silver lining. Show me my silver lining. Show me my silver lining. I hear a voice calling, it's got the eyes for me. This checklist was made in a time to be free. Me and for reasons, me and for love. I won't take this easy road. I won't take this easy road, easy road, easy road. Oh, I won't take this easy road, easy road, easy road. Whoa. Ooh, ooh, ooh. Whoa. Ooh, 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 ooh. Whoa. Show me my silver lining. I try to keep on keeping on. Show me my silver lining. I try to keep on keeping on. Show me my silver lining. I try to keep on keeping on. Show me my silver lining. Hartstikke goed gedaan, Rita. Super. We gaan weer even een oordeeltje vragen aan onze juryleden. En dan beginnen we dit keer bij Emmy. Oh, die wat was, ja, precies. Wat waren jouw eerste indrukken? Nou, sowieso ook hartstikke knap gedaan. Ik vond persoonlijk het eerste nummer het mooist. Dan was ik ook even echt... wow. Ik had sowieso het nummer Hurt van Christina Aguilera verwacht. Dus het was een van andere koek. Die kwam echt gelijk lekker binnengeknald. Mooie stem. Wat ik nog voor je heb opgeschreven. En
lekker doen wat je ermee wil, maar het is een tip. Probeer iets meer dynamiek te zoeken in je stemgebruik, want je kan heel hard zingen, dat doe je ook goed en daarmee gebruik je goede ondersteuning vanuit je buik. Maar alles is nu vrij hard aangezet. Ja. Dus ik zou kijken of je daar nog wat mee kan spelen en ik denk dat dan het tweede nummer ook wat beter tot zijn recht komt. Maar verder goed gedaan. Helemaal goed. Door met Hans. Nou, ik sluit wel aan bij wat je net zei. Het spelen met de stem is natuurlijk heel belangrijk. Maar ook spelen met de camera is belangrijk. En met ons wilde je wel spelen, dat zag ik wel. Maar je moet ook met het publiek een beetje spelen met de camera. En je volume, hè? Dat is al, je hebt veel in huis wat volume betreft, maar je moet er ook met volume spelen. En dan komt zo'n nummer veel nog harder over. Maar dat ze je pijn gedaan hebben met Hurt, dat geloof ik wel. Ja, precies. Tot slot nog eventjes de reactie van Gabi. Ja, nou ja, ik sluit me ook aan natuurlijk wat mijn collega's zeggen. Power, 100% power. Repertoirekeuze ook heel belangrijk. Ik vond Hurt heel erg goed bij je passen. Zeker die power die je in je hebt. Ik had ook een liedje van Tina verwacht. Tina Turner. Omdat die ook bekend staat om die zeker power die ze erin steekt natuurlijk. En dat is natuurlijk een heel mooi repertoire. En ik vond het wel overtuigend. Maar inderdaad, de stem moet nuance inzoeken. Omdat het ook voor de luisteraars natuurlijk wat prettiger is als er wat verschillende nuances in zitten. Maar voor de rest heel goed gedaan. Oké. Nou, dat was het eerste oordeel van de jury. Rita, hartstikke bedankt. Ga terug naar je stoel. En de volgende staan we weer klaar. Yes. Ivana, aan jou het woord. Wat gaat het worden? Mamma Mia, begreep ik. Jazeker. Daar gaan we voor. Succes. Okay. I've been cheated by you since I don't know when. So I've made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look. Does it show again, my, just how much I've missed you? Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know why I should not. Mama.
Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik op aan. Ik hou van mij kan ik tenminste bouwen. Ik hou van mij en ik laat me nooit meer gaan. Ik blijf bij mij en nee, niet voor even. Blijf bij mij, voor eeuwig en altijd. Ik ben zelfs bereid, mijn leven voor mezelf te geven. Ik hou van mij, totdat de dood mij scheidt. Want ik hou van jou, zeg ik soms ook wel. Ik hou van jou, schat, en ik meen het echt. Maar ik hou van jou, zeg ik alleen maar voor de spiegel. Want zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terecht. Ik hou van mij en van geen ander. Want ik ben verreweg de leukste die ik ken. Ik hoef mezelf zo nodig niet voor mij te veranderen. Ik wel de nerd ik ben. Want ik hou van jou meestal. Schat, hier heb je mijn problemen, los maar op. Ik leef in een hel en verwacht van jou de hemel. Ja, jij geeft de hel weg, dank je wel zeg, rot lekker op. Want ik hou van mij, is niet de sleutel tot een ander. Want ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt. Hartstikke goed gedaan, Ivana. Uiteraard wel een beetje de zenuwen op een gegeven moment van de tekst. Maar ja, komt goed. Daar gaat het vandaag niet om. Het gaat er vandaag om hoe de stem klinkt. En dan beginnen we dit keer weer bij een ander jury. Het gaat de eerste zo is reacties. Het. Ja, zo is het. Nou ja, ik keek af en toe naar de productie en naar de techniek. En ik denk van, is dat nou een cd waar we naar luisteren? Ja, mooi. Dat is echt zo waanzinnig mooi. Wat heb je een mooi stemgeluid en een mooie beheersing ook. Je zingt deels kopstem, deels borststem. Dat heeft ook niet iedereen onder controle, maar jij wel helemaal. Ik vond het een heel mooi optreden. Absoluut. Beide liedjes. Nog één kleine tip, want het tweede liedje was je, ik hou van mij, was je de tekst even kwijt. Probeer dat niet te veel aandacht te geven. Ik bedoel, dat hebben we allemaal wel eens, dat we de tekst kwijtraken. En dan gewoon doorzingen. Meestal hebben de mensen het niet eens door. Je deed iets en je lachte even en dan hebben de mensen zoiets van, er gaat iets mis. Snap je? En voor jezelf, ja, gewoon doorzingen, niet de aandacht eraan geven en dan komt dat helemaal goed. Precies, want in de praktijk komt dat wel vaker voor, denk ik ook, bij jullie als artiesten, dat je even zegt van, wat was de tekst ook alweer? Ik heb dat zelfs, ik heb mijn eerste single die ik ooit uitgebracht heb, Jij en Ik, die heb ik al tig keren gezongen en af en toe dan ben ik hem gewoon even kwijt. Ja. Maar dan verzin ik gewoon wat anders en dan, niemand hoort het. Komt altijd goed. Alleen jijzelf, het komt altijd goed. Begon mooi met kleinkunst, vond ik. Mamma Mia kennen we natuurlijk allemaal als het powerlied van ABBA. En dan wordt het ineens een soort musical-achtig, kleinkunst-achtig nummer neer. Luid en duidelijk, hartstikke mooi. Mooie uitspraak in het Engels vind ik ook heel mooi verstaanbaar. En het Nederlandstalige, het doet de Moe natuurlijk ook wel een beetje de manier van zingen. Dat is weer heel hip tegenwoordig. En dat heb je keurig netjes gedaan. Luid en duidelijk, wil ik zeggen. Helemaal goed. Tot slot, Emmy, nog tips? Tips? Nou, ik wilde eerst even beginnen met een compliment. Supergoed gedaan. Wat ik echt heel goed vond, was je tekstbeleving. Want ik had eigenlijk bij beide nummers dat ik gewoon kon zitten, luisteren en helemaal werd meegenomen in het verhaal. Dus dat vond ik heel overtuigend. Dat deed je echt heel goed. En qua tips denk ik, kijk, jij had het net over combi van de borst- en kopstem. Ik denk eigenlijk dat er nog meer in zit qua borststem.
Dus ik weet niet of je al vaker zanglessen hebt gehad. Nou, middelbare school heb ik theaterles gedaan. En daar waren we er heel veel mee bezig. Dank je. Dus toen hebben we er wel wat meer mee gedaan. Maar eigenlijk heb ik het de laatste jaren een beetje laten varen. En ik dacht, ik kies nu vooral een beetje veilig. Ja, nou dat veilige hoorde ik inderdaad. Dus het was heel mooi. Maar ik denk dat er nog veel meer in zit. Dus ik zou je adviseren om toch een paar zanglessen te pakken. En dat er ook vanuit die borststem, dat echt, als je daar zelf behoefte aan hebt. Maar ik denk echt dat je ook uit het veilige mag stappen en kijken wat daar nog te halen valt. Ja. Maar heel goed gedaan. Dank je. Ja, dit is een eerste oordeel van onze jury. Gaan we zo meteen even het oordeel afwachten wat de jury gaat verkondigen over het feit of alle drie de kandidaten door kunnen naar de grote finale op 12 mei in de loods in Ridderkerk. Of dat er misschien toch nog eentje vandaag gaat afvallen. We gaan het straks horen van de jury. Zij gaan erover in juryberaad. En in de tussentijd gaan we nog een mooie videoclip laten zien van Emmy Yves. Stap in de rij. Live optreden in Beurt, Rotterdam, 17 november 2023. Dat was hem. Maanden verstreken. Alleen met mezelf. Jij dacht mij te kennen. Jij weet pas de helft. Geleerd om van mezelf te houden. Een heel stuk wijzer, een beetje ouder. En nu meer zelfvertrouwen. Een heel stuk wijzer, een beetje ouder. Kijk eens wie daar is. Heb ik je toch verrast? Zie je dan nu pas wie ik al die tijd al was? Stap in de rij. Wat had je verwacht? Dat ik alles goed vind, dat is fout gedacht. Ik was nooit prioriteit, zie mij nu ga jij liet me lopen. Ik weet goed wie ik ben, waar ik wil zijn, ik heb jou niet nodig. Kijk eens wie daar is, heb ik je toch verrast? Zie je dan nu pas, wie ik al die tijd al was? We zijn weer terug hier in de studio van RTV Ridderkerk bij het Zangtalent van Ridderkerk met de ontknoping, zoals dat zo mooi heet. Welke kandidaten gaan er door naar de finale? En ja, ik ga me richten tot de juryvoorzitter. Die mag uiteraard het belangrijkste woord meegeven. Hoe hebben jullie de kandidaten beoordeeld uiteindelijk? Nou, voor een groot deel hebben jullie al gehoord hoe we over een aantal dingen hebben gedacht. We hebben er nog even met elkaar over gesproken. En het oordeel moet af en toe hard zijn. We hebben besloten dat er twee doorgaan. En dat zijn in dit geval de twee dames. Kijk aan. Dan gaan we ons omdraaien. Dat betekent dat Ivana en Rita doorgaan naar de finale. En Adam, voor jou houdt het hier in deze
ja, eerste ronde op. Ik dank jullie alle drie hartelijk voor jullie komst hier naar de studio van RTV Ridderkerk. En we zien Ivana en Rita terug in de finale. Die is op 12 mei in de loods in Ridderkerk. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot 12 mei, dan weten we meer. APPLAUS